Op de weg naast de school van Selina, waar ze iedere dag moet oversteken, is het altijd druk. Mijn naam is Selina en het probleem is dat de auto's veel te hard rijden en niet goed stoppen voor de kinderen. De auto stopte echt voor geen meter en een kindje was ook aangereden, dus dat vonden we heel erg en we wouden het veiliger maken. Dus kwam Selina in actie. Ze schreef een brief naar de gemeente. Geachte mevrouw de burgemeester, mijn naam is Selina Harpal. Ik wou aan u vragen of u samen met mij undercover en niet met uw ketting aan durft over te steken op het voetgangersoversteekplaats, waar ik elke dag moet oversteken. Mama en ik zijn dit jaar bijna 2 keer aangereden. Ik was hier best wel van geschrokken. Ik hoop dat ik wat van u hoor. Met lieve groet van Selina Harpal. Peter Meij gaat over verkeer in deze gemeente en hij las Selina's brief ook. Die brief heeft ze aan de burgemeester gestuurd. En de burgemeester heeft met mij overlegd, wethouder verkeer. Van wat kunnen we hier doen? Hier moet echt heel snel wat aan gedaan worden. Ja, want de gemeente die gaat dus over een hoop dingen in je woonplaats, zoals veilig verkeer. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart wordt gekozen wie er in de gemeenteraad komen. En die gaan de komende jaren beslissen waar ze geld aan willen uitgeven. Iedereen mag een plan om iets te veranderen insturen bij de gemeente. Kinderen dus ook. Nee, als er een brief binnenkomt, wordt er ook altijd serieus naar gekeken. Maar er moet ook wel geld zijn. En het moet haalbaar zijn. Je kunt ook wel dingen vragen die gewoon niet kunnen. Maar als kinderen dat op een hele sympathieke manier doen, wordt er eigenlijk altijd, denk ik, gewoon heel goed op gereageerd. En dat gebeurde dus ook bij Selina. De burgemeester kwam zelf proberen of de oversteekplaats ook echt gevaarlijk was. De burgemeester was zelf ook bijna aangereden. Wij waren allemaal eigenlijk bijna een keer aangereden. En toen had ze het ook gezien en toen was het veranderd. En dus kwam er een andere, veel veiligere oversteekplaats, precies zoals Selina wilde. We hebben 2 drempels neergezet en een soort van lichtjes als er iemand oversteekt, dat die lichtjes dan gaan springen. Veel fijner, veiliger, beter, dus daar ben ik heel erg blij mee.